Van harte welkom in een nieuwe aflevering van het Koetshuis met een tweetal gasten. Straks praten we met Robert van Galen, hij is de raadwatcher van de gemeente Tiel. Maar nu eerst wethouder Groen. Frank, zullen we elkaar zomaar eens noemen? Goedemorgen. Ja hoor. Ik ben Rini. Goed, Rini. Maar dat wist je al. De verkiezingen zijn geweest. Was een spannende tijd. Daarna de coalitievorming. Dat proces hebben we ook gehad. Een mooie coalitie is daaruit komen rollen. Maar jullie moeten wel elkaar de handen stevig vasthouden, zoals het heet. Want er komt nogal wat op jullie af. Zeker. Ja, de start is niet even leuk. Nee, dat kan ik niet ontkennen. Nee. Financieel staan we als gemeente redelijk op slot. Collega wethouder Melis heeft daar al wat van gezegd. Daar ligt wel een uitdaging. Ja. Zonder tot in de details te treden, waar gaat het mis? Nou, de belangrijkste reden is het sociaal domein. En als u daar verder over wil sparren, dan zult u dat met wethouder Melis moeten doen. Hij is degene die dat u nog veel beter kan vertellen. Maar de belangrijkste reden is het sociaal domein, waar we toch wel zien dat we structureel inmiddels een tekort hebben. Ja, dat de centen van het sociaal domein zijn in 2015 naar de gemeente toegekomen. Ja. Bijvoorbeeld de jeugdzorg kost veel meer geld als was gedacht. Ja. En er is ook nog eens een keer vanuit het Rijk een bezuiniging opgelegd. Opgelegd. Ja, dat is een terechte conclusie. En daar zullen we dus we zullen moeten kijken of dit kunnen we niet heel lang uitzingen. Maar dat zijn wij niet de enige gemeente in. Dat speelt in heel veel gemeentes. Dus je zou ook kunnen zeggen dat die bezuinigingsopgave achteraf dus niet lukt bij gemeentes. En zo zijn er wel meer bezuinigingsopgaves geweest die achteraf, waaruit blijkt dat het niet gehaald wordt. Nee, zeker. En dat zit hem dan ook niet alleen in het sociaal domein. Daar zul je met elkaar moeten kijken hoe dat nu loopt. Wat daarin actueel is. In dit geval is de stand van zaken zo dat we als Tiel een flink tekort hebben. En dat we druk bezig zijn om te kijken hoe gaan we dat oplossen. Ander ding, grootstedelijk probleem, is het afval. Hier in Tiel, veel zwerfafval. Was ook een inzet van de PVDB waar je lid van bent. Hè? En een hoop gedoe rondom die AVRI. Ja, klopt. Ik wil wel benadrukken dat ik hier natuurlijk nu zit als wethouder. Namens het college natuurlijk, het nieuwe college. Tuurlijk, maar je bent wel als afgevaardigde van Tiel vertegenwoordigd bij die AVRI. Ja, nee, zonder meer. En die rol nemen we uiterst serieus. We zijn begin juni zijn we natuurlijk aangetreden als nieuwe coalitie. Daarna zijn we gelijk aan de slag gegaan natuurlijk. Onder andere met bijvoorbeeld het hele dossier AVRI. Van jongens, wat kunnen we daar nu nog mee? Ik heb ook al aangegeven dat het op het moment dat wij zeg maar als nieuw college benoemd werden, 5 over 12 was. De beslissingen over het nieuwe afvalbeleid waren allemaal al genomen. De AVRI was al bezig om dat overal uit te zetten. Dus ja, dat was wel een taai klusje. Kun je ons nou eens meenemen helemaal naar het begin, toen dat systeem geïntroduceerd werd, het idee van TIFTAG, gescheiden afval, van tevoren inzamelen. Hoe dat proces helemaal gelopen is? Nou, het basisidee is dat, en daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen, dat we als Tiel, maar ook als regio, hebben uitgesproken dat we het restafval wat we als huishouden hebben, dat we dat willen verminderen. En daar ligt een ambitie, hebben we daarover uitgesproken, zoveel kilo dan. En uiteindelijk moeten we ergens uitkomen op 0. Dat zou het mooiste zijn. Dat is in een ideale wereld is dat het mooiste. Geen restafval meer. Dus alles recyclen? Alles recyclen, hergebruiken, zo net zo je wilt. En dat zou in een ideale wereld natuurlijk fantastisch zijn. Hè? Dus dat onderstreept denk ik iedereen. Het punt is, dan ga je zoeken naar een methode om dat restafval te reduceren, oftewel te verminderen. En daar zijn in de vorige raadsperiode een aantal voorstellen aan de raad gepresenteerd. Overigens niet alleen aan onze raad, maar ook aan de andere 9 gemeentes die deel uitmaken van die AVRI. En daar is bij meerderheid voor het systeem gekozen zoals ze dat nu willen gaan invoeren. Daar is de gemeenteraad van Tiel in eerste instantie voor geweest. Mm-hmm. En later, noem het voortschrijdend inzicht, hebben ze gezegd nee, we willen dat niet. Wat is er nou op teken dan op dat systeem? Nou, je haalde het zelf net al aan, wij zijn bang voor illegale bijplaatsingen en daardoor de zwerfvuil. Nou is dat natuurlijk een punt, daar kun je inwoners op aanspreken, hè? Want de AVRI zet niet die zak daar illegaal neer. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken, stel je voor dat iemand in de regen
heel lang gelopen heeft. Die komt bij zo'n container, pasje werkt niet, container werkt niet, container zit vol. Neemt die inwoner dan die zak mee terug door de regen of laat hem staan? Zo zou het moeten zijn. Zo zou het moeten zijn, ja. Dus daar zit, het is niet zo dat ik daarin een inwoner wil wantrouwen, maar dat zou een gevolg kunnen zijn. Mm-hmm. Daarnaast zijn er nu ook al systemen die bewezen hebben het restafval nog meer te reduceren. Dus oftewel nog meer te verminderen. Wat is dat dan? Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan nascheiding. Maar dan heb je weer dure machines voor nodig om dat van dan te verwerken. Ja, maar die machines die zijn ook in den landen. En uiteindelijk, los even van kosten, als je puur kijkt naar de opgave en de ambitie, dus zo min mogelijk restafval, dan wordt daar nu inmiddels van gezegd van nou dat werkt beter. Zou je kunnen zeggen dan dat DIF daar een achterhaald systeem is, zeg je dat? Inmiddels door de tijd? Of is nou het ja, door de bocht? We zijn natuurlijk best lang bezig al met besluitvorming voor dit systeem. Dus misschien dat toen de hele discussie plaatsvond, een aantal jaar geleden zijn ze hier al mee begonnen, hè, om dit gesprek te voeren. Misschien dat het op dat moment het beste systeem was, die het dichtst bij de opgave lag van onze regio, namelijk zo weinig mogelijk restafval. Nu zou je kunnen zeggen, nou, wellicht is het nog wel een keer een onderzoek waard om te kijken of dat er andere systemen zijn. Ik zeg dat nu tegen jou, maar ik realiseer me ook natuurlijk dat dat niet gaat. Want de besluitvorming is geweest. Precies, dat was afgelopen woensdag in de raadsvergadering. Een bewogen vergadering? Ja, dat vond ik wel. Uiteindelijk voelde het alsof Tiel tegen de muur gezet was, hè, door Avri. Men kon wel uittreden als Tiel zijnde, maar dat kost een hoop geld en dat geld is er niet. Nee. Nou ja, je haalt nu gelijk het hele uiterste scenario uittreden aan. Een andere optie die natuurlijk voorlag was, we zouden het nieuwe afvalsysteem een jaar kunnen uitstellen. Nou, daar hing ook een fors prijskaartje aan. Maar wat zou dat voor nut hebben om het uit te stellen? Als het... Nou, je zou dan, en dat is denk ik waar we het uiteindelijk over moeten gaan hebben. En dat is ook wat de Raad mij als wethouder in ieder geval heeft meegegeven, waar ik me te degen van bewust ben. Je zou met elkaar het principegesprek moeten voeren. Hoe ga je met elkaar om in een GR? In dit geval is het zo dat de GR, gemeenschappelijke regeling, die bestaat uit 10 gemeentes. En die 10 gemeentes samen zijn Avri. Mm-hmm. Uit elke gemeente is er één vertegenwoordiger, die zit in het algemeen bestuur. En namens Tiel ben ik dat. Dus dat betekent dat elke gemeente voor 1/10 deel eigenaar is. Nu is het zo, de meeste stemmen gelden. Dus Tiel en West-Maas en Waal waren tegen invoering van dit systeem. En de GR zit nu zo in elkaar dat er dan gezegd wordt, nou oké, we hebben er 2 niet, maar 8 wel. Dus we gaan dat systeem invoeren. Democratisch besloten, punt. Ja, dat is ook zo. Maar de vraag die daar dus onder ligt, en die deed zeg maar ook de ronde nu in de raadsvergadering afgelopen woensdag. Hoe ga je met elkaar om? Is dat dan wenselijk dat je zo met elkaar omgaat? Of sta je het elkaar toe om te zeggen, nou oké, als jullie dat vinden en gehoord waarom jullie dat vinden, dan moeten we voor jullie op zoek naar iets anders. Of kom dan zelf met iets anders. Mm-hmm. Nou, die discussie die doet zich voor een aantal GR'en. Popt die op. En ik ben de eerste die daarmee aan de slag gaat. Om dat gesprek te gaan voeren. Ja, wij zien op social media bij andere media-instellingen. Maar ook bij ons heel veel reacties. Ja. Mensen zijn boos. Ja, mensen zijn boos. Er komt misschien soms ook wel een beetje uit onwetendheid. Maar het basis blijft natuurlijk. Dat er ook heel veel inwoners zijn die zijn tegen dit systeem. Er zullen ook inwoners zijn die zijn voor dit systeem. Overigens wil ik die opmerking nog wel maken. Bedreigen van Avri personeel is natuurlijk uit den boze. Want die hebben daar helemaal niks mee te maken. Dus dat wil ik nog wel een keer gezegd hebben. Mm-hmm. En daar nemen we ook afstand van. Ook ik persoonlijk overigens. Want die kunnen er al helemaal niks aan doen. De besluitvorming ligt uiteindelijk bij alle raden. En dan vervolgens bij de Avri, waar in meerderheid dus voor dit systeem is gekozen. En dat heb ik geprobeerd als wethouder in ieder geval nog te kantelen of een opening te vinden. En dat is niet gelukt. Dus we gaan nu vol aan de slag om dit systeem in te voeren. Ja, 1 januari 2019 dan zou het moeten gaan gebeuren, maar die tijd is heel kort. Ja. Heeft men bij monden van Erik de Vries, directeur van de Avri, ook al aangegeven. Hè? Er moet geen kink meer in de kabel komen. Nee. Achteraf gezien is het zeg maar de procedure, hè? Dus de tijdspaden, zijn die niet te strak gekozen?
Ja, dat zou u denk ik dan toch inderdaad aan Kun je dat pas achteraf zeggen? Ja, ik denk dat je dat aan Erik de Vries moet vragen. Of in ieder geval aan iemand bij Avri. Dat weet ik niet. Dat het kort is, dat wist ik wel. En dat weten alle gemeentes. Want daar is natuurlijk al meerdere keren op gehamerd. Van jongens, let op. De deadline is strak. Ja, en met zoveel vragen. Zou het dan ook niet een goed idee zijn om te zeggen van nou, we stellen dat met een jaar uit of met een half jaar? Of ja, daar zit natuurlijk ook weer een prijskaartje aan vast. Als dat uitgesteld zal worden, dan zal daar een prijskaartje aan vastzitten. Enige verschil met afgelopen woensdag en eventueel het scenario wat je nu schetst, zou dan zijn dat je dat als alle gemeentes moet gaan delen, de prijskaartje. Ja. En de discussie die we afgelopen woensdag hadden, daar komt de rekening voor specifiek naar Tiel, voor uitstel van dat systeem. En omdat we daar ook om, althans gevraagd hadden, dat is ons geboden door als oplossing namens het DB van Avri. Dus ja, ik heb nog geen idee hoe dat zich gaat ontwikkelen. Dus, kort is het zeker. Ja, oppositie was bang voor dat Tiel zich een beetje isoleert ten opzichte van allerlei gemeenschappelijke regelingen. Hè? En dan bedoelen we met die andere plaatsen in de regio Rivierenland. Hoe ziet de wethouder dat? Nou, de wethouder ziet dat heel positief. Ik wil dat ook nog wel herhalen. Ik heb dat woensdag ook al aangegeven. Er zit een verschil tussen een zakelijk geschil en een persoonlijk geschil. Ik heb totaal geen persoonlijk geschil gehad met het bestuur van Avri. Integendeel. We hebben die gesprekken gevoerd. We hebben geprobeerd voor Tiel te kijken gezamenlijk wat kunnen we bieden. Daar is het voorstel uitgekomen zoals het afgelopen woensdag besproken is. En we gaan. Je moet daar zakelijk in blijven. En het DB van Avri is daar ook zakelijk in. Dus die relatie is prima. En daar heb ik geen vrees over. Nou, de afval in Tiel en de regio, dat zal de komende tijd de gemoederen nog wel bezighouden. We gaan jou daar veel succes bij wensen en bedankt voor het gesprek. Dankjewel. De tweede gast in deze aflevering van het Koetshuis is onze raadswatcher en dat is Robert van Galen. Robert, van harte welkom. Goedemorgen. Spannende tijden als het gaat over afvalverwerking, maar goed, er zijn heel veel zaken. Hè? We hadden de raadsvergadering, jij was daarbij, duid hem eens. Het zijn spannende tijden, niet alleen over de Avri, maar natuurlijk ook over de jaarrekening en de begroting. Gewoon het financiële huishoudboekje van de gemeente Tiel. Maar afgelopen week ging het inderdaad over de Avri. En ik heb een raadsvergadering gezien die ik in geen jaren gezien heb. Waar het echt hart tegen hart ging. En dat heeft mij bijzonder verwonderd. Wat ging er dan zo hard? Nou, de Avri, het verhaal mogen duidelijk zijn. Het moet, de beslissing was al genomen. De beslissing is genomen om naar een ander afvalverwerkingssysteem te gaan. De gemeente Tiel heeft een eigen standpunt ingenomen. Die ziet het systeem zoals het moet worden ingevoerd niet zitten. En wat er gebeurde was dat de Partij van de Burgers nog eens uitlegde hoe de hele gang van zaken in elkaar zat. En nog eens hun standpunt, wat ze eigenlijk al heel lang verkondigen, opnieuw verkondigden. En daar werd fors tegen ingegaan door vooral D66, die probeerde te spreken namens de hele oppositie. En verweet daarbij de Partij van de Burgers populistisch te zijn. Wat is dat nou precies, populisme? Dat is het woord wat vaak gebruikt wordt heel vaak gebruikt. Populisme heeft een negatieve klank. Maar het is eigenlijk een vorm van politiek bedrijven die de tegenstellingen probeert bloot te leggen tussen, ja, wat je zou kunnen zeggen, volkse opvattingen en opvattingen van het elite. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de zuivere gedachte van populisme. In het politieke spel wordt het vaak als iets negatiefs, als iets fouts benadrukt. Nou, dat deed D66 ook. Die verweet de Partij van de Burgers paranoia aan te wakkeren bij burgers. Ik heb er nog eens teruggekeken. Dat is de feitelijke tekst, populisme te bedrijven. Nou, als je dan Partij van de Burgers als van het volk ziet, dan rekent D66 zich blijkbaar bij de politieke elite. En zo presenteerden ze zich ook. Het ging hard tegen hard. Ja. Wat dan? Nou, er werd een enorme tegenstelling tussen voor en tegen gecreëerd. Waarbij, waar het eigenlijk om gaat, namelijk afvalreductie, een goed systeem om tot afvalreductie in de gemeente Tiel te komen, eigenlijk uit beeld verdween. Het ging eigenlijk alleen maar over de procedure die gevolgd is in de afgelopen jaren. D66 schetste eigenlijk het verhaal van Hully en Zully. Hully en Zully.
Het werd even ook door Camille Gulkers van de Partij van de Arbeid benoemd. Mm-hmm. Werd verder niet op ingegaan, maar door het te noemen legde hij wel bloot wat daar gebeurde. Die oppositie in Tiel die is met name bang voor de positie van Tiel ten opzichte van die regio, die andere gemeentes die in allerlei gemeenschappelijke regelingen met elkaar zitten. Volstrekte onzin, want kijk... Waarom? Waarom is onzin? Kijk, al die regiogemeenten moeten samenwerken. Uh-huh. En samenwerken betekent met elkaar het debat voeren. En het debat voeren wil ook zeggen dat je het niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn. In de discussie kun je zoeken naar wat is de beste oplossing voor iedereen. Dat is zo werkt democratie. En de gemeente Tiel heeft nadrukkelijk binnen AVRI bestuur laten weten dat ze het met de besluitvorming niet eens zijn. Besluiten zijn genomen. Maar ik had juist de wethouder Groen, die is wethouder. Dus die kan dat niet precies duiden. Nee. Wat is nou het verhaal? 10 gemeentes, 8 zijn voor, 2 zijn tegen. Ja. Waarom is Tiel dan tegen? Waarom was Tiel niet voor? Tiel is eigenlijk tegen om een aantal redenen. Ze vermoeden dat het gebruik van het ontstaan van zwerfvuil gaat toenemen. En met name dat zou in die andere gemeentes ook zijn. Ja, maar mensen hebben er ook over. Ja, dat klopt. Nagedacht. De ervaring in stedelijke gebieden is dat dat gebeurt. Het tweede wat speelt is, uit rapportage van de AVRI blijkt dat het gescheiden inzamelen, met name plastic afval, wat al lange tijd gescheiden wordt, dat een deel van dat plastic afval helemaal niet verwerkt kan worden als plastic afval, omdat het ernstig vervuild is. Dus een deel gaat gewoon bij het restafval. Dus uiteindelijk de verbranding zo ver. Uiteindelijk is dat dan vaak wat er aan de orde is. Je ziet de weerstand bij de bevolking om met hun restafval te sjouwen. En met name voor oudere mensen die op pad moeten door de stad. Soms 250 meter of meer. Wat je ziet is dat AVRI heeft gepubliceerd, zeer kort geleden, waar al die containers komen te staan, die ondergrondse containers. Die publicatie heeft tot enorme beroering geleid. Inmiddels is het weer van hun website afgehaald. Ja, nou zijn er sterke geruchten. Want niemand wil zo'n container voor de deur. Dat snap ik ook wel. Zeker niet als daar restafval is. En nog één ding, Rini, als ik dat mag zeggen. Kijk, het gaat om minder afval. Er zijn steden waarin ze al afgestapt zijn van dit systeem en gewoon naar nascheiden zijn gegaan. Leiden is daar een mooi voorbeeld van. En waarom doen ze dat? Omdat je dan veel beter echt goed op soort afval kunt scheiden. Want nu ben je erg afhankelijk van hoe goed ieder huishouden daarmee omgaat. Dat is eigenlijk de gedachte. Daarom zou het goed zijn om uit te stellen? Ik denk dat het daarom goed is om het eens even uit te stellen, om een aantal zaken nog eens even goed te bekijken. Er zijn allerlei vragen hè, vanuit de bevolking. Ja, weet je, er zijn allerlei vragen te stellen. Ten eerste, stel de container komt bij jou in de straat. Mm-hmm. Welke mogelijkheid heb je nou als bewoners of als buurt bezwaar te maken tegen de plaatsing van zo'n container? Ik heb al begrepen dat sommigen dicht en naast speelplaatsen komen. Ja, dan roept toch de vraag op, bij wie moet ik zijn? Moet ik nou bij de AVRI zijn om bezwaar te maken? Wie is de AVRI eigenlijk? Want dat zijn alle gemeenten. Of kan ik een bezwaarprocedure die gewoon wettelijk geregeld is bij mijn eigen gemeente starten? Nou, dan onduidelijk. Zijn er sterke geruchten dat het systeem uiteindelijk toch uitgesteld moet gaan worden. Omdat die procedures niet allemaal goed lopen. Er zijn natuurlijk meer vragen als alleen maar het verhaal van het plaatsen van de containers. Een van de vragen die gesteld moet worden, hoe is het met de privacy geregeld? De AVG, hè, de verordening op gegevensbescherming, die sinds mei van kracht is, die regelt precies hoe de gemeente moet handelen rondom het verstrekken van gegevens van inwoners. Rondvraag bij gemeenten blijkt dat niet iedere gemeente dit al goed geregeld heeft met de AVRI. En dus maar de vraag of Tiel dat wel goed geregeld heeft. Tot nog toe is dat niet duidelijk. Dat loopt dus nog. Hey, maar als dat nou eens uitgesteld wordt, hè, als het daadwerkelijk bekend wordt dat het zo is, dan kost het ook weer geld. Ja, dat gaat geld kosten. Dat gaat de gemeente Tiel ruim 3 ton kosten. Hoe kom je daarbij? Ja, dat is niet zo moeilijk om dat te berekenen. Kun je op de achterkant van zo'n blaadje uitrekenen. Ik zal het proberen uit te leggen. Uitstel kost voor de gemeente Tiel 7 ton. Alleen voor de gemeente Tiel. Uh-huh. De gemeente Tiel draagt 40% van de kosten van de AVRI. Als ik dat vertaal naar 100%, dan wordt die 7 ton 1,8 miljoen. Dus dat hele uitstel, een heel jaar, zou 1,8 miljoen gaan kosten. Vertaal je dat vervolgens na 5 maanden,
Dan kom je uit op 7 à 8 ton, 5 maanden uitstel. Maar goed, je zit maar op 40% van de kosten. Nou, 40% van 8 ton is ruim 3 ton. Dus dat uitstel gaat weer geld kosten. De AVRI zal daar dekking voor moeten zoeken in hun eigen begroting. Maar ja, de AVRI komt waarschijnlijk gewoon weer bij de gemeente aankloppen voor dat geld. Dat geld is er niet, want de gemeente heeft het financieel bijzonder moeilijk. Maar ja, goed, dan krijgen we weer het oude verhaal. Een gemeenschappelijke regeling, meerderheid beslist. Ja. Betalen. Daarom is het dus goed, daarom is het ook goed dat de gemeente, naar mijn gevoel, ook gewoon eens even aan de provincie heeft voorgelegd om eens na te gaan hoe zit dit nou eigenlijk allemaal. De provincie heeft een geschillencommissie. Dan, ja, geschillencommissie is ervoor om te beoordelen wie heeft er nu eigenlijk gelijk, hoe zit de zaak in elkaar. Heel positief. D66 vertaalde dat ook, over populisme gesproken. Hè? Dat dan de coalitie een beetje gaat zitten janken bij de provincie. Letterlijke tekst, gaat zitten janken bij de provincie. Ja, daarmee maak je geen verbinding in de gemeenteraad met elkaar. Robert, als we terugkijken naar die vergadering. Oppositie en coalitie, die moeten toch eigenlijk in gezamenlijkheid zaken beslissen voor Tiel. Ja. Je ziet nu dat het eigenlijk heel erg op de man gespeeld wordt. Dat klopt. Dat is niet goed voor Tiel. Nee, dat is niet goed voor Tiel. Het werd op de man gespeeld, met name wethouder Groen. Er werd een persoonlijk beroep op wethouder Groen gedaan. Terwijl ik denk, spreek het college aan. Het college is verantwoordelijk. Zo ligt het eigenlijk bestuurlijk. Gisteren is er nog meer een persbericht verschenen vanuit de oppositie, totale oppositie, waarbij ze ook openlijk twijfelen of de positie van wethouder Groen niet ernstig verzwakt is in het regiobestuur. Dat is natuurlijk een hele slechte manier en een foute manier van kijken naar het bestuur. Daar help je gemeente Tiel niet mee. Dus wat de oppositie aan het doen is, is ze roepen aan de ene kant op voor zoek verbinding in de regio, zoek verbinding met de andere gemeenten. Aan de andere kant zijn ze vol verdeeldheid in de raad aan het veroorzaken. En ja, dat is uiteindelijk slecht voor Tiel, want er komen nog heel veel lastige problemen aan die de raad met z'n allen zal moeten bespreken. Die oppositie, als we die even afgaan, krachtig Tiel. Krachtig Tiel heeft tijdens de hele raadsvergadering geen woord gesproken. En dat vind ik opmerkelijk, want krachtig Tiel staat nou juist voor de samenleving, problemen echt aanpakken, de stad op orde brengen en dat soort zaken. Hebben ik we vond het verwonderlijk. Nog niet zoveel van gezien, hè? Niets, niets. Ik vond het verwonderlijk. GroenLinks? GroenLinks vond ik aardig in die zin. Die proberen in de discussie in te brengen, zo van ja, we moeten echt iets doen aan de hoeveelheid afval. Dus riep ook op, zo, ga met supermarkten bijvoorbeeld kijken hoe zij aan de afvalreductie kunnen doen. Daar gaat het uiteindelijk om, hè? Minder afval. Maar die inbreng landde helemaal niet, want het ging uiteindelijk alleen maar over proces en over het geld en over procedures. Maar daar herkende je wel elementair GroenLinks in. Alleen ze kregen het niet in het debat op tafel. Het CDA, toch van oudsher een middenpartij die de verbinding op probeert te zoeken. Ja. Dat doet Yvonne Sonstolk, de fractieleider, de afgelopen periode ook. Ja. Hoe deden die het? Nou kijk, ik heb Yvonne Sonstolk heel sterk gezien bij de perspectievennota-behandeling. Daar hield ze gewoon haar eigen CDA-verhaal. Dat deed ze heel sterk. Op inhoud? Op inhoud. Nu deed ze dat helemaal niet. Ze gaat eigenlijk mee in het wij-zij-verhaal. En daarmee mee aan het polariseren in de raad. En dat is eigenlijk iets wat je helemaal niet van het CDA als middenpartij, als bruggenbouwer verwacht. Ik hoop dan ook echt dat het CDA uit dit traject start en haar eigen verhaal en eigen maatschappelijke politieke positie weer gaat innemen. Want dat is wel goed voor Tiel. Zij zou een brug kunnen bouwen tussen aan de ene kant het bozige D66, zal ik maar zeggen, en een paar van die splinterpartijtjes, en aan de andere kant de coalitie. Die rol heeft ze en kan ze vervullen, alleen ze moeten hem wel gaan pakken. Als we verder kijken naar de oppositie van Tiel, pro-Tiel, hoe deden die het? Ja, pro-Tiel vertelt eigenlijk gewoon hetzelfde verhaal als D66. Dat is duidelijk dat die veel overleg gehad hebben met elkaar, dezelfde standpunten innemen. Zag ik ook geen verbinding maken met de coalitie om er echt uit te komen. D66, dat was natuurlijk de smaakmaker in de oppositie met een stevig verhaal. Ik heb dat al in het gesprek een paar keer geduid. Wat ik wel jammer vind is dat er nu een persbericht is verschenen. Een beetje mosterd naar de maaltijd, want het debat is geweest en besluitvorming is geweest. D66 staat altijd voor open politiek, transparantie.
Dat persbericht wordt dan wel verstuurd naar de AVRI-voorlichter, maar niet naar de gemeente Tiel. Nou, dat vind ik dan toch een manier van politiek bedrijven. Dat zou je zo niet moeten doen. Want ook D66 moet volgens mij weten dat je er baat bij hebt om een gemeenteraad bij elkaar te houden om juist met elkaar moeilijke problemen op te lossen. Ja, want uiteindelijk moet je het samen doen. Uiteindelijk moet je het samen doen. Uiteindelijk moeten ze samen voor Tiel staan. En je mag best inhoudelijk met elkaar debatteren. Graag zelfs in die gemeenteraad, want dat is ook mooi om te zien. Dat is democratie. Dat is democratie, maar als het op de man gespeeld wordt, en dat gebeurt nu, als er geschermd wordt met woorden als paranoia aanwakkeren. Dat soort begrippen moet je eigenlijk niet gebruiken in de politiek. Hmm. Oftewel, foei voor een deel van die raad? Wat mij betreft, foei voor een deel van de raad. En ik hoop dat bij een volgende behandeling van ingewikkelde stukken. Jaarrekening komt eraan, begroting komt eraan, moeilijke problemen, flinke tekorten. Dat men wel op de inhoud met elkaar het debat aan gaat en niet alleen maar gaat zitten op de persoon. Heeft hier niks aan. Goed, we gaan het meemaken de komende tijd, hoe het allemaal gaat verlopen. Ik zou u graag willen uitnodigen volgende week bijvoorbeeld om eens over die perspectievennota te praten. Nou, volgende week gaan we eens even kijken naar perspectievennota, jaarrekening en ook wel eens vooruitkijken naar wat voor problemen zijn er te verwachten in de begroting, want die zijn enorm voor Tiel. Nou, dan gaan we je daaraan houden. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.